Goedendag iedereen, welkom op deze sessie over het afsluitingsproces. Ik ben blij dat ik vandaag het woord kan nemen tijdens deze sessie. En ik bedank daarvoor ook Wolters Kluwer. Mijn naam is Alain Charles, ik ben bedrijfsreviseur. En we gaan dus vandaag de verschillende stappen van het afsluitingsproces overlopen. Het is altijd moeilijk om een echt afsluitingsproces op te maken, want dit is sterk afhankelijk altijd van de eigenschappen van iedere vennootschap, maar dan ook van de manier waarop uw eigen boekhouding georganiseerd is. De financiële diensten, de manier waarop jullie in het kader van het jaar gaan boeken. Dus het is mogelijk voor mij van u alle verschillende stappen te bezorgen, maar in die verschillende stappen zal iedereen de eigenschappen en de specificiteiten van hun eigen instelling of vennootschap moeten invullen. We gaan die stappen eerst overlopen. We gaan die ook in de tijd tonen hoe dat die stappen de ene na de andere gaat opvolgen. En we gaan achteraf, of ik ga achteraf terugkomen op sommige punten van deze processen. Eerst en vooral is het duidelijk dat de jaarlijkse afsluiting vergemakkelijkt wordt indien jullie in het loop van het jaar of maandelijkse afsluitingen zult doen, of kwartaalafsluitingen zult voorbereiden. De kwartaalafsluitingen of de maandelijkse afsluitingen hebben uiteraard geen eerste functie om de jaarlijkse afsluiting te vergemakkelijken. Nee, de kwartaalafsluitingen, de maandelijkse afsluitingen, die zijn er voor het bestuursorgaan te helpen in hun verschillende vergaderingen om de vennootschap te runnen. Uiteraard, indien jullie kwartaalafsluitingen of maandelijkse afsluitingen doet, gaat dit zeker en vast uw proces op het einde van het jaar vergemakkelijken. Indien jullie in een structuur zijn die heel vlug na de afsluitingsdatum cijfers moeten kunnen bezorgen, is het misschien nodig van een soft closing te doen. Dus eigenlijk een closing van uw rekeningen, bijvoorbeeld 1 maand voor de afsluitingsdatum. Dit is dan de manier om de tijd van de echte afsluiting op 31-12 bijvoorbeeld korter te maken, omdat men bijvoorbeeld 1 maand op voorhand een aantal rekeningen al hebt opgekuist. Uiteraard, niet alle vennootschappen gaan een soft closing willen organiseren, want dit neemt veel tijd ook in beslag. Na die eventuele soft closing bestaat er dus een etappe die iedere vennootschap of iedere instelling moet doen, is de inventaris. Ik kom daar straks op terug. Dit is een belangrijke stap die jullie zeker moeten doen. En dit gaat veel verder als de gewone voorraad. Daar komen we nog straks op terug. Na die inventaris gaat er dus gewoon gaan de verschillende rekeningen, boekhoudkundige rekeningen, dienen afgesloten te worden door de financiële diensten. En dat zijn dus alle boekingen, cut-off boekingen, te ontvangen facturen enzovoort enzovoort, die jullie gaan moeten boeken in het kader van de afsluitingprocessen. Eens dat de boekingen rond de afsluiting gebeurd zijn door de financiële diensten, hebben jullie dan een interne balans, een interne resultatenrekening die eigenlijk klaar is voor de audit indien er een commissaris is. Dan begint de rol of het werk van de commissaris volgens mij. Gaat de commissaris dus de interne balans, interne jaarrekening moeten controleren, zijn eventuele opmerkingen gaan doen en dan gaan we dan over een definitieve, zou ik zeggen, interne balans kunnen beschikken na de audit. De volgende stap is eigenlijk het voorbereiden van een jaarrekening, een interne jaarrekening. En ik spreek hier wel over een jaarrekening, zodanig dat het bestuursorgaan van een instelling of van een vennootschap de jaarrekening kan vastleggen tijdens een vergadering dat het bestuursorgaan
moet organiseren. Ik spreek hier wel over een jaarrekening. En u ziet, ik heb twee stappen niet besproken, maar die twee stappen zijn volgens mij belangrijke stappen dat je eventueel moet doen in sommige gevallen. Bijvoorbeeld, indien er beslist wordt door de volgende bestuursorgaan van dividenden uit te keren, moet er dan ook misschien proactief worden gewerkt om de liquiditeitstesten te doen, de netto-actief-testen te doen, te voorbereiden voor de raad van bestuur, voor het bestuursorgaan, zodanig dat ze op het moment van die vergadering, van de jaarvergadering, dat ze organiseren voor de jaarrekening vast te leggen, dat ze ook weten of die testen, netto-actief-test, liquiditeitstesten, voldoende zijn om dividenden te kunnen uitkeren. Eventueel, in geval van problemen, overgedragen verliezen, belangrijke verliezen, netto-actief in slechte staat, zult je ook proactief moeten prognosecijfers gaan bezorgen aan de Raad van Bestuur, aan het bestuursorgaan, zodanig dat ze ook de continuïteit kunnen overwegen. Uiteraard, op die vergadering, waar dat zij dus de jaarrekening gaan vastleggen, gaat men ervan uit dat ze in continuïteit zijn, of gaan zij ervan uit dat ze in continuïteit zijn. Eventueel moeten ze dat ook kunnen bewijzen. Daarvoor hebben ze cijfers nodig. Dus eigenlijk is het belangrijk dat je ook nu beseft dat er naast de historische boekhouding in veel gevallen de boekhouders, de financiële diensten, prognosecijfers moeten opstellen om op basis van deze cijfers te kunnen bewijzen dat de financiële toestand, de solvabiliteit, de liquiditeit van de structuur niet in gedrang draagt. Na deze twee stappen moet je dus uiteraard gaan tot het opstellen van een jaarrekening. Ik spreek hier wel over een jaarrekening, alle aspecten, balans, maar ook de toelichting, zodanig dat het bestuursorgaan kan beraadslagen over het vastleggen van een jaarrekening. De vergadering van het bestuursorgaan loopt door. En daarna hebben jullie dan een vastgelegde jaarrekening, dat je dan eventueel, als er een commissaris is, zult moeten overhandigen aan de commissaris. De commissaris moet dan zijn verslag opmaken aan de hand van deze definitieve, zou ik zeggen, nog niet goedgekeurde, maar toch wel vastgelegde jaarrekening. De commissaris neemt die jaarrekening, controleert die ook eventueel nog ook, gaat er dan ook opmerkingen op doen, krijgt ook het jaarverslag van het bestuursorgaan en daarna gaat hij dan ook een bevestigingsbrief opstellen en vragen dat de Raad van Bestuur, het bestuursorgaan, deze bevestigingsbrief zou tekenen. Al die documenten moeten overhandigd worden aan de commissaris 1 maand voor de algemene vergadering. Dit is dus een belangrijke datum, de datum van de algemene vergadering. Deze datum, 1 maand voor deze datum, gaat de commissaris deze documenten moeten krijgen. Op basis hiervan, van die termijn van 1 maand, moet eventueel de commissaris overwegen, als die termijn van 1 maand niet wordt geëerbiedigd door het bestuursorgaan, overwegen of hij voldoende tijd zal hebben om zijn verslag op te maken, aangezien dat zijn verslag van de commissaris klaar moet zijn 2 weken, 15 dagen voor de algemene vergadering. Een belangrijk verschil tussen die planning voor verschillende vennootschappen, is het bestaan of niet van een ondernemingsraad. Indien er geen ondernemingsraad zou zijn, blijft de datum van de algemene vergadering de belangrijkste datum eigenlijk voor uw planning op te stellen. Uiteraard, die stappen dienen in een planning gezet te worden. Ik ga daar straks over terugkomen als wij de tijdlijn samen zullen bekijken. Uiteraard, die planning vertrekt van de datum van de algemene vergadering, die wettelijk in de statuten gaat staan. En dus er is een retroplanning dat jullie zullen moeten opstellen aan de hand van deze datum. In geval dat er geen ondernemingsraad is, is de datum van de algemene vergadering de belangrijkste datum. 2 weken voor de algemene vergadering dient de jaarrekening klaar te zijn. Het jaarverslag, ook van het bestuursorgaan en het commissarisverslag ook,
moet je dus de algemene vergadering bijeenroepen en daarna gebeurt de algemene vergadering op de statutaire datum. Achteraf lopen alle publicaties door. Publicatie van de jaarrekening, van het jaarverslag, van het verslag van de commissaris. Binnen 1 maand na de algemene vergadering opgepast. Er zijn 2 termijnen. De ene of de andere moet je eerbiedigen. 1 maand na de datum van de algemene vergadering. En maximaal 7 maanden na de afsluitingsdatum. Je moet die 2 termijnen samen bekijken. En de kosten van de 2 moet je eerbiedigen. Met andere woorden, neemt nu een algemene vergadering op 15 juni bijvoorbeeld, dan moet je neerleggen tegen 15 juli uiterlijk. Niet tegen 31 juli van het jaar. Die termijn van 7 maanden geldt dus niet. Het is 1 maand na de datum van de algemene vergadering. Indien je bijvoorbeeld een eerste algemene vergadering zou hebben in juni, die dan verder wordt gehouden omdat de documenten bijvoorbeeld niet klaar zijn op die eerste algemene vergadering, beslissing van te verzetten naar een andere datum, bijvoorbeeld op 7 juli, wordt er dan bijeengekomen, algemene vergadering, goedkeuring van de jaarrekening en de neerlegging van de jaarrekening dient dan te gebeuren uiterlijk op 31 juli en niet op 7 augustus. Dus dit is ook een punt dat de commissaris, indien er een commissaris zou zijn, moet bekijken en dan ook het jaar nadien eventueel in zijn verslag schrijven indien jullie deze termijnen niet zullen geëerbiedigd hebben. Eventuele publicaties van benoemingen van bestuurders of van de commissaris dienen ook achteraf te gebeuren. En de betaling van de dividenden. Uiteraard, fiscale fiches, belastingaangiftes enzovoort dienen ook opgesteld te worden na deze algemene vergadering. Indien er een ondernemingsraad zou zijn, dan is er een belangrijke datum waarover jullie moeten beschikken. En dit is een datum waar de ondernemingsraad gaat bijeenkomen voor de bespreking van de jaarinformatie, de jaarlijkse informatie dat de ondernemingsraad gaat krijgen. Dus in de plaats van de algemene vergadering, de datum van de algemene vergadering, is dan de datum van de ondernemingsraad de belangrijke datum om uw retroplanning te kunnen doen. Daarstraks zei ik, dus de documenten moeten klaar zijn, commissarisverslag, jaarrekening, jaarverslag, moeten klaar zijn 15 dagen voor de algemene vergadering. Hier moeten ze eigenlijk klaar zijn 2 weken voor de vergadering van de ondernemingsraad. Die documenten moeten gestuurd worden naar de ondernemingsraad 15 dagen op voorhand, dus uiteraard moeten ze klaar zijn 2 weken op voorhand, maar de ondernemingsraad moet bijeenkomen voor de algemene vergadering, zo is het voorzien. Er is geen termijn. Er is geen termijn tussen de ondernemingsraad en de algemene vergadering wettelijk voorzien. Dus, met andere woorden, zou de ondernemingsraad de dag voor de algemene vergadering kunnen bijeenkomen? Geen probleem, dit is mogelijk. Maar het moet voor de datum van de algemene vergadering gebeuren. Dus is die datum de datum van de ondernemingsraad, van de jaarvergadering van de ondernemingsraad, de belangrijke datum voor uw retroplanning op te stellen. Vergeet ook niet dat de commissaris die jaarinformatie of de basisinformatie moet controleren. Dus je moet ook de commissaris tijdig verwittigen of die informatie kunnen bezorgen. Dus in die planning moet je daar ook mee rekening houden dat er een controle is van de commissaris over de jaarinformatie en dat die jaarinformatie beschikbaar moet zijn en opgestuurd moet worden 2 weken voor de datum van de ondernemingsraad. Jaarlijkse informatie, commissarisverslag over de jaarrekening, bedoel ik hier. Jaarrekening, jaarverslag, dienen dus opgestuurd te worden 2 weken voor de datum van de ondernemingsraad. Het verslag van de commissaris over de jaarinformatie mag tijdens de vergadering van de ondernemingsraad uitgedeeld worden. Dus dat verslag dient niet op voorhand opgestuurd te worden. En mag, maar het is niet verplicht. Jullie houden dan de vergadering van de ondernemingsraad voor de algemene vergadering, waar dat dan uiteraard geen termijn aan verbonden is of aan gebonden is. En daarna
dezelfde structuur dan daarstraks. Algemene vergadering, publicatie van jaarrekening en jaarverslag, commissarisverslag binnen de maand of binnen maximum 6 maanden na de afsluitingsdatum. Fiscale fiches, belastingaangifte, publicatie van de benoemingen of van de erbenoemingen en van de commissaris eventueel indien nodig en betaling van de dividenden indien er dividenden werden uitgekeerd. Dit is dus, of dit zijn dus de verschillende stappen die we gaan bekijken in een tijdslijn en dat we dan ook voor sommige van die stappen gaan bespreken met misschien een beetje meer in de diepte. Maar eerst twee aspecten. In geval van consolidatie moet je ook rekening houden dat bij de moedervennootschap zowel de geconsolideerde jaarrekening, het geconsolideerd jaarverslag en het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening op dezelfde manier en op dezelfde tijdstip klaar zal moeten zijn dan de andere sociale documenten, dus jaarrekening, jaarverslag en verslag van de commissaris over de jaarrekening. Deze documenten, consolidatie plus verslagen, dienen ook aan de ondernemingsraad bezorgd te worden. Dus dan wordt uw planning nog moeilijker, want daar komt er dus nog iets bij. Naast de ondernemingsraad en de jaarinformatie moet je dan ook rekening houden met de consolidatie in deze volledige planning. Voor de VZW's of de IVZW's vergeet dan ook niet, indien het geval is, dat de algemene vergadering de begroting van het lopend jaar, hoe eigenaardig ook het kan lijken, maar zo is het voorzien, de begroting van het huidige jaar moet dan ook goedgekeurd worden door de algemene vergadering van een instelling. Dit laat u ook de mogelijkheid van eventueel de begroting te laten goedkeuren op een vroegere vergadering in de loop van het voorgaand jaar, wat mij ook logisch zou lijken. Met andere woorden, het budget van 2022 wordt dan bijvoorbeeld door een algemene vergadering goedgekeurd in 2021, op het einde van 2021. Maar je moet ook niet vergeten, in 2023, in 2022, excuseer, het budget van 2022 naar aanleiding van de algemene vergadering, dus bijvoorbeeld in juni 2022, het budget van 2022 nog eens te laten goedkeuren. Dit is voorzien voor VZW's. In geval van een stichting is de algemene vergadering vervangen door het bestuursorgaan, aangezien dat er eigenlijk geen algemene vergadering is in een stichting. Dit zijn dus de specificiteiten die ik nog wou onderlijnen. Voor de eigenlijke planning in de loop van het jaar, zou ik zeggen, heb ik hier gewoon verschillende punten op deze tijdslijn gezet. Eerst de eventuele soft closing in het najaar, voor de afsluitingsdatum van het boekjaar, waar dat daar ook de inventaris plaats. Ik neem een tijd voor en een tijd na de afsluitingsdatum. Die gebeurt in principe, de inventaris, kort bij de afsluitingsdatum. Er is een voorbereidingstijd en kan ook uitlopen na de afsluitingsdatum. Ik kom daar juist op terug. Na die inventaris en in de loop van die inventaris gebeuren dus de afsluitingswerkzaamheden van de rekeningen, alle boekingen door de financiële diensten en op een zeker moment is er dus een interne resultaatrekening die klaar is voor de audit door de commissaris, indien er een commissaris zou zijn. Dus wordt die interne jaarrekening gecontroleerd door de commissaris, zijn er aan eventueel veranderingen aan deze cijfers en komt men dan tot de volgende slide, die dan een beetje moeilijker is uiteraard te begrijpen. Dus de audit van de commissaris, daar waren we blij gebleven. En dan komt er dus uiteraard de afsluiting van de jaarrekening door het bestuursorgaan, die dan na die audit gebeurt. Ik heb dan een termijn van 1 maand geschreven tussen die twee grote strepen. Dus de documenten, de stukken en de stukken is voor mij logischerwijze de jaarrekening,
dan na het vastleggen van de, door het bestuursorgaan, plus de, het jaarverslag, dat wordt dan bezorgd aan de commissaris, die aan de hand daarvan nog een controle gaat uitvoeren op die documenten, eventuele opmerkingen gaan maken, veranderingen gaan toegepast worden, en die zijn dan klaar, minimum 2 weken, 15 dagen voor de algemene vergadering. Maar u ziet hier ook een tweede keer 15 dagen. Die 15 dagen is eigenlijk tussen de datum van de ondernemingsraad en de datum dat je die, al die documenten moet opsturen naar de ondernemingsraad. Het is dus een zeer moeilijke planning eigenlijk. En de boodschap is zeker en vast hier, tijdig en volledig planificatie. Dus in het najaar is het een zeer belangrijke oefening voor de financiële diensten van aan de hand van de datum van de algemene vergadering of aan de hand van de datum waar de ondernemingsraad gaat bijeenkomen, van al die retroplanning te kunnen opmaken. Ik heb hier ook nog de consolidatie niet inbegrepen, maar die consolidatie komt in dezelfde planning ingeschreven worden. En dus het is zeker een boodschap om tijdig in het najaar al die verschillende stappen goed te individualiseren, goed te weten wanneer dat die moeten gebeuren. En ook iedereen die in die volledige planning moet meewerken, zowel financiële diensten dan andere operationele diensten, want jullie hebben ook informatie nodig van operationele diensten om die afsluiting te kunnen laten gebeuren en ook voor die jaarrekeningen te kunnen opmaken. Denk ook aan de informatie, de jaarinformatie aan de ondernemingsraad. Daar heb je zeker en vast operationele diensten nodig, maar ook de directie moet die informatie kunnen bijwerken of toch wel nalezen. Dus er zijn een aantal mensen, personen, die tijdens deze afsluitingen moeten samenwerken. Dus die organisatie dient zeker in het najaar te gebeuren, tijdig te gebeuren. Commissaris moet hier ook zeker verwittigd worden van de verschillende deadlines of van de verschillende stappen die jullie gaan volgen, om zeker te zijn dat hij ook, dat zij ook, tijdig in de periode waar je eigenlijk gaat klaar zijn, kan controleren, zijn audit kan laten gebeuren. Dus dit is zeker een vaste boodschap. Doe dat op voorhand. Neem dan ook contact met alle mensen die in deze afsluiting zullen moeten meewerken. Ik denk ook aan informatie van sociale secretariaten eventueel, dat je zeker bent dat die tijdig aanwezig zijn voor uw verschillende stappen te kunnen volgen. Na die algemene vergadering is het uiteraard gemakkelijker, denk ik. Is er dan een termijn van maximum 1 maand voor neer te leggen. En ik heb de tweede termijn eronder gezet, maximum 7 maanden na de afsluitingsdatum. Ik heb ook verwezen naar alle artikelen van het wetboek vennootschappen en verenigingen voor zowel instellingen dan voor vennootschappen om die elementen te kunnen achteraf te bekijken. Dit is volgens mij dus de tijdslijn om deze afsluiting te kunnen laten gebeuren. Enkele aspecten wil ik nog onderstrepen. Enkele aspecten, onder andere wat ik noem de soft closing. Een soft closing, een afsluiting voor eigenlijk de datum van de jaarlijkse afsluiting, is zeker een belangrijke stap. Ik heb het daar straks gezegd, indien jullie bijvoorbeeld zeer vlug moeten afsluiten, indien de jaarcijfers zeer vlug moeten klaar zijn, omdat je bijvoorbeeld deel uitmaken van een groep die consolideert, moeten die cijfers heel vlug omhoog naar de moedervennootschappen gaan. En dus uiteraard moet je heel vlug kunnen consolideren. En uiteraard moeten de cijfers van de verschillende filialen klaar zijn en heel vlug klaar zijn. Er zijn een aantal rekeningen die je zeker kunt voorbereiden in het najaar voor de echte afsluitingsdatum. En ik heb er hier enkele voorbeelden van. Maar uiteraard, dit hangt ook sterk van de manier waarop jullie dagelijks gaan boeken. En ook op de manier of jullie bijvoorbeeld in de loop van het jaar
kwartaalafsluitingen zou doen of maandelijkse afsluitingen zou doen. Ik denk hier bijvoorbeeld aan de bevestigingen van de alle intercompany rekeningen. Indien jullie in een groep zijn met verschillende vennootschappen, kun je al een aantal van de balansposten, intercompany balansposten, of ook van de resultaatrekeningposten laten bevestigen door al die de verschillende vennootschappen, zodanig dat je eigenlijk maar één maand achteraf zult hebben voor die reconciliatie te moeten doen op het einde van het jaar. Dit moet uiteraard worden er begonnen op het einde van het jaar, maar je kunt het zeker en vast voorbereiden in de loop van het najaar. Een aantal balansrekeningen weten jullie ook. Ik denk hier aan klantrekeningen en aan leveranciersrekeningen kunnen zeker en vast opgekuist worden, en u verstaat wel wat ik daarmee bedoel, opgekuist worden in de loop van het jaar of tijdens zo'n soft closing, waar je eigenlijk al die verschillende hangende problemen in klantrekeningen of in leveranciersrekeningen kunt opsporen, gaat opzoeken, gaan uitleggen en eventueel boekingen gaan doen, diverse boekingen gaan doen om deze te corrigeren. Denk wel aan boekingsfouten, gewoon fouten in slechte rekeningen, dubbele betalingen, ontbrekende facturen eventueel of wachtrekeningen gaan opkuisen. Zeker en vast een moment voor de afsluiting om dit te kunnen doen. Uw verrekeningen 499, die wachtrekeningen gaan opkuisen. Eventueel ook uw 58 rekeningen, die soms, waar dat er soms ook bedragen in blijven hangen, gaan opkuisen tijdens het jaar. Dit is zeker en vast een mogelijkheid en dat gaat uw eindafsluiting veel vergemakkelijken. Opkuis van wachtrekeningen heb ik gezegd, opkuis van de 58 rekeningen. En ook het voorbereiden van al uw boekingen rond de overlopende rekeningen. Dit kan ook op voorhand, hangt ook fel vanaf de manier waarop eigenlijk de boekingen gedurende het jaar gebeuren. Boekt je nu alle kosten in de resultaatrekening of boekt je onmiddellijk naar de overlopende rekeningen een ander gedeelte naar de resultaatrekening? Boekt je onmiddellijk op de overlopende rekeningen en boekt je iedere maand naar de resultaatrekening? Dit hangt er vanaf. Dus hier kan ik ook niet in detail gaan, maar er zijn verschillende mogelijkheden. Maar je kunt hier zeker en vast al een aantal elementen gaan voorbereiden. Het verzamelen van alle bewijsstukken, alle afsluitingsdocumenten dat je nodig zult hebben in het kader van de inventaris van je balansposten, van je actief, van je passief, van de buitenbalansrechten en verplichtingen, is ook zeker en vast een activiteit dat je kunt hebben voor de echte drukke periode van de afsluiting, de periode van de inventaris. Daar kun je zeker en vast bijvoorbeeld voor de buitenbalansrechten en verplichtingen al een voorbereidingswerk gaan uitoefenen. Maar ook al gaan vragen om zeker te zijn dat alle documenten die je zult nodig hebben in het kader van de afsluiting, ik denk hier aan contracten, aan leningsovereenkomsten, leasings enzovoort, al die documenten kun je al gaan opvragen en gaan bijhouden ter preparatie van de afsluiting. Eventueel overwegen van te doen wat de commissarissen vaak doen, de saldobevestiging. Het is niet uitgesloten dat de financiële diensten een aantal saldobevestigingen eigenlijk zelf zouden sturen naar klanten of naar leverancier om balansposten te bevestigen, maar ook naar banken of naar advocaten. Hè. Dit is zeker een controlemogelijkheid door de financiële diensten. Ik spreek hier niet van de commissaris. Hij gaat dat eventueel ook, of zij gaat dat ook eventueel laten doen. Maar dit is ook een manier voor de financiële diensten om een aantal rekeningen te controleren, om hun boekhouding zelf te controleren. Banken, denk aan banken, denk aan advocaten. De hangende geschillen, vragen gaan stellen aan de verschillende diensten die zich daarmee bezighouden. Hoe ver staan wij met de hangende geschillen die vroeger bestonden? Zijn er nieuwe geschillen? Dus dit zijn allemaal elementen die je op voorhand kunt voorbereiden. Afschrijvingen eventueel, ik heb ze hier niet opgeschreven, maar afschrijvingen kunnen ook bijvoorbeeld al geboekt worden, zelfs geboekt worden. Indien je bijvoorbeeld pro rata temporis zou afschrijven, wat nu wel het geval is bijna overal,
Dat je bijvoorbeeld alle investeringen van december, ik spreek nu over een jaarlijkse afsluiting op 31-12, als je nu alle investeringen van de laatste maand niet zou afschrijven in het lopend boekjaar, bijvoorbeeld, omdat je vanaf de maand erop begint af te schrijven, dan weet je sowieso dat er op eind november dat je al de afschrijvingen kunt berekenen en zelf laten boeken, want alle investeringen van december zijn louter geboekt op de balans en werden niet in het jaar afgeschreven. Dus dit kan ook voorbereid worden. Die soft closing, hoe ver dat je daarin gaat, hangt ook echt af van de drukte dat je gaat hebben tijdens de jaarafsluiting. De inventaris. De inventaris, daar kom ik eventjes op terug, omdat dit een zeer belangrijk stap is in de afsluiting. Het is ook een stap waar dat wij in de praktijk ook zien dat er soms niet wordt gedacht aan de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan rond deze inventaris. Ik heb hier gewoon het wetboek Economisch Recht of het artikel 89 van het wetboek Economisch Recht hernomen, om gewoon hier te bewijzen dat eigenlijk iedere boekhoudplichtige onderneming een inventaris moet gaan laten doen of moet organiseren. En dat de inventarisstukken, op het einde van het artikel, dat die inventarisstukken nog altijd moeten ingeschreven worden in een boek. Wat men in de praktijk ook als inventarisboek noemt, maar die hier ook geen naam heeft, gewoon de naam van een boek. Dat is dus die inventarisboek, die vandaag de dag ook geen boek meer is, maar wel ook een aantal files op uw computer. Maar dit moet nog altijd bestaan. En dus die inventaris dekt niet alleen maar de voorraad of het concept van voorraad, maar de inventarisatie of de inventaris dekt alle balansposten, actief, passief, en dan ook alle rechten, buiten balansrechten en verplichtingen. Dus ieder jaar moet over al die balansposten en die buitenbalans rechten en verplichtingen een inventaris worden gemaakt. En we gaan daar heel vlug over spreken. Nadat die inventaris wordt opgemaakt, dat is artikel 90, gaat de inventaris samengevat worden in wat men noemt dus de jaarrekening. Dus eigenlijk dekt men hier alle balansposten en alle niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. De inventaris is eigenlijk een moment waar dat de werkelijkheid wordt getoetst aan de boekhouding. En waar dat men gaat zoeken naar de verschillen tussen de werkelijkheid en de boekhouding. En die de boekhouding eventueel gaan aanpassen aan de werkelijkheid. Eigenlijk is dit een etappe dat de meeste van jullie wel doen. De inventaris van de voorraad gaan we straks bekijken, maar de inventaris van alle andere posten is eigenlijk het opzoeken en het justificatie gaan geven van alle balansposten. Dus eigenlijk heb ik hier sommige voorbeelden genomen voor sommige balansposten, voor u de justificatie te gaan doen van al die balansposten en het vergelijken met de stukken. Dus het werk hier rond de inventaris is boekhouding gaan vergelijken met bewijsstukken. Dus de bevestiging gaan doen van de saldo van al die rekeningen. Dat is een inventaris, dat is die inventaris. Dit gebeurt niet op 31-12 of op de afsluitingsdatum, dit gebeurt uiteraard na die afsluitingsdatum. De voorraad gaat wel moeten gebeuren op de datum of kortbij de afsluitingsdatum. Voor rekeningen 10 tot 14, dus het eigen vermogen, gaat je dus vaak gaan vergelijken met de cijfers van het voorgaand jaar, maar ook met alle documenten die je zult hebben ter beschikking, door bijvoorbeeld de statuten, de geconsolideerde statuten, de mutaties van het jaar, dus alle documenten, alle actes dat je zult hebben waar dat er kapitaalsverhoging of kapitaalsverlaging is geweest gedurende het jaar. Dus eigenlijk de saldo van je rekeningen verantwoorden en documenteren. Dit zijn elementen die je dus moet bijhouden in een inventarisch boek. Dus eigenlijk in een file dat je eigenlijk op je computer gaat hebben, waar dat je alle rekeningen gaat hebben, de detail van de saldo van al die de verschillende balansrekeningen,
met documenten erachter voor die de bewijsstukken en de saldo te kunnen bewijzen. Rekeningen 15, subsidies. Rekeningen dus vergelijken met bewijsstukken, waar dat je eigenlijk in je tabellen van subsidies en van overboeking naar resultatenrekening van je subsidies, die subsidies gaat, of wat dat er in de boekhouding is, gaan toetsen aan documenten, aan bewijsstukken omtrent de subsidies. Nagaan of de subsidies overeenkomsten geen terugbetalingsvoorwaarden eventueel bevatten, die eigenlijk een boeking zouden nodig maken. Nieuwe documenten gaan bijhouden en de tabellen gaan aanpassen in om de overboeking naar de resultaatrekening te kunnen bijwerken. Rekeningen 16, dus de voorzieningen, is ook een zeer belangrijke rekening. Zijn ook zeer belangrijke rekeningen. Gaan wij ook eventueel gebruik maken van saldobevestigingen, zoals daar straks, naar de advocaten, vragen of er geen nieuwe geschillen zijn. Ook dan de vragen gaan stellen aan de verschillende diensten die eventueel informatie hebben over de hangende geschillen. Zijn er nieuwe geschillen? Zijn de oude geschillen geregeld gedurende het boekjaar? Enzovoort, enzovoort. Dit is inventarisatie. Die documenten bijhouden, de mails bijhouden, de eventuele nieuwe geschillen of documentatie rond de nieuwe geschillen bijhouden. En de nodige boekingen gaan doen, bijboeken of afboeken eventueel van deze rekeningen. Vergeet ook niet dat het bestuursorgaan, bijvoorbeeld rond deze rekeningen, een bevoegdheid hebben en dat ze daar ook waarschijnlijk over zullen beraadslagen en beslissen of er nieuwe voorzieningen dienen geboekt te worden en of er oude voorzieningen dienen teruggenomen worden of besteed worden indien er het geschil gedaan is. Dus al die documentatie, de verschillende personen die daar ronddraaien, moet je ook wel voorbereiden, kunt je ook wel voorbereiden en moet je zeker zijn dat die documentatie klaar is tegen de moment waar dat die rekeningen moeten besproken worden en ook verantwoord worden. Rekeningen 17 en 42, alle contracten gaan verzamelen, de tabellen waar dat die contracten worden opgenomen in Excel bijvoorbeeld gaan actualiseren. Gaan opzoeken waarom dat er verschillen zijn tussen de balansrekeningen en de contracten die je eigenlijk ernaast gaat zetten, enzovoort, enzovoort. Het overboeken naar de 42 uiteraard, maar dat zijn zeer klassieke rekeningen. Maar dit zijn allemaal inventarisatie, dat is inventaris van uw balansposten. En dit wordt onder deze grote naam genomen. Rekeningen 21 tot 27, uw investeringen. Hier uiteraard is er een mogelijkheid tot fysieke controle. De voorraad is ook een rekening waar je eigenlijk een fysieke controle, dus een telling, kunt gaan doen. Over deze investeringen is het ook nodig en is het ook volgens mij verplicht van regelmatig, ieder jaar, een inventarisatie te doen van de vaste activa. Immateriële, materiële, vaste activa's dienen dus geteld te worden ieder jaar. En er moet dan een vergelijking gebeuren tussen de werkelijkheid, wat er eigenlijk nog bestaat in de werkelijkheid, wat nog wordt gebruikt, en die afschrijvingstabellen die jullie hebben, en die rekeningen die, waar dat eigenlijk alle oorspronkelijke boekingen in gebeurd zijn. Het is aan de hand van die inventarisatie dat je eventueel kunt afboeken of bijboeken in geval. Dus dit is zeker een zeer belangrijke boodschap hier. Vergeet dit niet. En dit wordt vaak niet gedaan in vele vennootschappen. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van die inventaris te laten gebeuren. De uitvoering ervan is uiteraard in de schoot van de financiële diensten, maar het zijn de bestuurders die verantwoordelijk zijn voor deze inventarisatie. Verder nog, voor niet-afschrijfbare vaste activa's, gaan bekijken of er geen interne of externe indicatoren zijn bestaan die eigenlijk een waardevermindering of de terugname van een oude waardevermindering nodig zouden maken. Voor de rekening A628, de financiële vaste activa, alles ook verzamelen rond de justificatie van deze rekeningen. Dus bijvoorbeeld kopies van aandeelhoudersregisters, niet
nieuwe, bijvoorbeeld nieuwe documenten in het geval dat er nieuwe participaties zijn, statuten van de vennootschappen gaan opzoeken en ook een vergelijking gaan maken tussen de waarde in uw boekhouding en de netto boekwaarde of het netto actief van deze vennootschap om eventuele opsporingen te doen van latente waardeverminderingen en om dit te laten dan beslissen door het bestuursorgaan. Dit zijn allemaal activiteiten rond de inventaris. Dus u begrijpt wel wat ik hier allemaal mee bedoel. Het is eigenlijk de justificatie, de verantwoording van uw balansposten, actief-passief, maar ook van de buitenbalansrechten en verplichtingen. Vergeet die niet. Inventarisatie van de voorraad is, denk ik, wel een belangrijk element ook. Indien er een voorraad is, is er een fysieke telling, een werkelijke telling nodig. Behalve specifieke aspecten indien dat er een permanente inventaris bestaat. Maar sowieso gebeuren er fysieke tellingen op het einde van het jaar om toch een controle te kunnen doen van die permanente inventaris. Tellingsdocumenten zijn de bewijsstukken dat er een inventaris is gebeurd en die moeten bijgehouden worden. En ook dus in die fameuze inventarisboek. Alle balansrekeningen worden overlopen, alle niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen worden geactualiseerd en dit vormt dan eigenlijk uw inventaris. Dus na deze inventaris, zeer breed concept van inventaris, gaan wij dan overschakelen naar alle cut-off verrichtingen, met andere woorden, alle toewijziging van kosten of opbrengsten, alle overdracht van kosten en opbrengsten, alle cut-off rond het ontvangen facturen, rond het ontvangen kredietnota's, op te stellen facturen enzovoort enzovoort. Dus die volledige cut-off gaan dekken door een aantal boekingen te doen. Uiteraard is dit zeer specifiek en eigen aan iedere vennootschap. Dus ik kan hier heel moeilijk een detail van gaan geven van wat je eigenlijk zou moeten doen, want er zijn veel vennootschappen, bijvoorbeeld voor de te ontvangen facturen, die vandaag de dag die te ontvangen facturen absoluut niet meer boeken zoals enkele jaren geleden, maar die ze vandaag over automatische systemen beschikken, waar dat de te ontvangen facturen automatisch werden geboekt in rekeningen dus te ontvangen facturen, aan de hand van bestelbons, waar dat alle parameters van de volgende boeking opstaan en bestelbons, wanneer dat er daar een receptie van zou zijn, dan gaat het systeem een te ontvangen factuur automatisch gaan boeken en initiëren. Het werk van de financiële diensten op het einde van het jaar rond die te ontvangen facturen is dus heel verschillend dan wat wij vroeger deden voor die te ontvangen facturen op te sporen. En dus u moet eigenlijk hier invullen met in functie van de manier waarop uw boekhouding in de loop van het jaar is georganiseerd om dit de te ontvangen facturen bijvoorbeeld niet op te zoeken, want die werden al op voorhand geboekt, maar die balansrekeningen te gaan opkuisen en gaan zien of er telkens dat er een receptie is van een bestelling, dat er wel werkelijk een te ontvangen facturen diende geboekt te worden. De waarderingsregels zijn hier ook aanwezig. Die waarderingsregels gaan wij in een andere sessie in detail bespreken, of toch wel mijn opinie over die waarderingsregels. Dus ik ga er hier ook niet te ver op in. Maar de waarderingsregels zijn hier ook een zeer belangrijke informatie waarover de financiële diensten dienen te beschikken. Het boeken van de afschrijvingen van de waardeverminderingen, terugname van en bestedingen van de waardevermindering op de klasse 2 of het boeken ook van de voorzieningen, terugneming, besteding van voorzieningen. Dat zijn allemaal boekingen die in het kader van de afsluiting moeten gebeuren. Waardering van de voorraad. Hier zeker en vast opgepast dat je de waardering van je voorraad conform je waarderingsregels gaat doen. Daar worden vaak fouten op gevonden. En dat je ook waarderingsregels toepast die wettelijk toepasselijk zijn in België. Vergeet dat ook niet. Vooral nu,
Vooral nu in een periode waar dat de aankoopprijzen fel aan het stijgen zijn. In 2021 zijn er belangrijke stijgingen van de prijzen geweest. Om te vermijden van uw voorraad te gaan waarderen, niet aan de aankoopprijs plus bijkomende kosten, maar aan een toekomstige aankoopprijs, wat eigenlijk in België niet aanvaard is. Dus dit is een zeer belangrijk punt op het einde van het jaar 2021. Zeker zijn dat uw voorraad wel degelijk volgens uw waarderingsregels wordt gewaardeerd en ook volgens de wettelijke toepasselijke waarderingsregels in België. Waardevermindering aanboeken op dubieuze debiteuren volgens uw eigen waarderingsregels zijn ook afsluitingswerkzaamheden. Over de rest ga ik vlug spreken. Dat zijn zeer belangrijke elementen ook, maar dat is hier ook afhankelijk van de manier waarop dat je gaat boeken. Centralisatie van de BTW, terugname van waardeverminderingen op de klasse 5, boeken van waardeverminderingen op de klasse 5, aandelen of deelbewijzen in de klasse 5 bijvoorbeeld, of obligaties of aandelen, noem maar op. Daar kunnen ook waardeverminderingen op geboekt of moeten ook op geboekt worden. Overdracht van uw rekening 15 naar de resultatenrekening. En een aantal herclassificaties die ook op het einde van het jaar dienen geboekt te worden. Daar wordt ook soms vergeten, maar die boekingen dienen ook te gebeuren. Overdracht of overboeken van negatieve banksaldi's naar passiefzijde van de balans. De fiscale en sociale schulden die eventueel in uw leveranciersrekeningen nog hangend zijn, die gaan overboeken naar de 45-rekeningen. Debet en credit zal die gaan overboeken naar het actief of naar het passief. Compensatie gaan doen tussen vooruitbetalingen en de bestellingen in uitvoering. En eventuele aanpassingen gaan doen in de balansrekeningen rond de leasings als er een optie zou opgericht worden. Raming vakantiegeld, te betalen bonussen, eindejaarspremies. Vakantiegeld een moeilijke berekening op het einde van ieder boekjaar en ook tijdens het boekjaar. Maar het is ook een boeking dat dient te gebeuren. Eventuele ramingen van de toe te kennen kortingen of te bekomen kortingen. Naar gelang de organisatie waarin dat gewerkt. En alle mogelijke activatie van kosten. Het laatste bullet point hier is een niet verplichte of zijn niet verplichte boekingen. Het zijn opties, dus activatie van interne productie, dus kapitalisatie, van herstructureringskosten, dus overboeken naar het actief van herstructureringskosten, kapitalisatie overboeken naar het actief van ontwikkelingskosten. Dat zijn allemaal opties of mogelijkheden die je eventueel moet overwegen in het kader van de afsluiting. Op het einde, berekening van de belasting wordt vaak voor gewacht nadat de audit gebeurt. Vaak als er een commissaris is, krijgen wij bijvoorbeeld een interne balans, waar de belasting nog niet wordt ingeboekt. Want als wij eventuele correcties vragen te boeken, dan zou de berekening moeten veranderen. Dus wij krijgen vaak een situatie voor belasting. En dan achteraf wordt er een berekening gedaan van de belasting en wordt dat dan achteraf geboekt. Eventuele ook boeking van het voorstel van de resultatenbestemming, in geval dat jullie dat ook kennen. Dat zijn heel vlug de belangrijkste afsluitingswerkzaamheden aan wat ik gedacht had. Hier wel eventjes bij stilstaan, dat dit is een zeer belangrijk punt. En in de vele gevallen wordt dit niet zo gedaan. Het is dus het bijeenkomen van het bestuursorgaan, dus vergadering van het bestuursorgaan, waar dat de jaarrekening door het bestuursorgaan wordt vastgelegd. Dus vaststelling van de jaarrekening door het bestuursorgaan. Ik zeg hier wel jaarrekening en ik heb hier gewoon het artikel 3.1 bijgevoegd om te bewijzen dat het bestuursorgaan, dus de jaarrekening,
verplicht elk jaar een inventaris op te maken, volgens de waarderingsregels bepaald door de koning, evenals een jaarrekening, in de vorm en met de inhoud bepaald door de koning. En dus, het is aan de hand van dit artikel dat ik dus zeg dat het bestuursorgaan eigenlijk moet beraadslagen en de vaststelling moet doen van de volledige jaarrekening. In de meeste gevallen zien we bestuursorganen die bijeenkomen op basis van een interne balans. En wat eigenlijk gepresenteerd in actief, passief en resultatenrekening met het resultaat. Maar dit is volgens mij onvoldoende, want jullie weten ook dat de jaarrekening veel andere aspecten moet dekken. En al die verschillende aspecten die in de toelichting werden vermeld, moeten dan ook vastgelegd worden door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor de jaarrekening. En het is ook wel normaal dat indien het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de jaarrekening, dat zij ook een jaarrekening vastleggen en niet een interne balans. In heel veel gevallen krijgt het bestuursorgaan een interne balans en beraadslagen ze en stellen ze dus een interne balans vast, die dan achteraf wordt overgemaakt in een jaarrekening, die aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. Maar al het aspect van de toelichting wordt vaak niet getoond aan het bestuursorgaan. Dit is volgens mij een fout. En zou moeten rechtgezet worden. En de bestuurders zouden daar zeer attent moeten op zijn. Dat is hun verantwoordelijkheid. De belangrijkste punten die ik nog eens wil overlopen met jullie, vooraleer dat we afsluiten, is de mogelijkheid of het overwegen van een soft closing te doen, indien je bijvoorbeeld heel vlug moet afsluiten, waar dat je eigenlijk een aantal rekeningen kunt voorbereiden tegen de datum van de jaarafsluiting. Zeker een van de belangrijkste boodschappen dat ik wil doorgeven is zeker en vast van een planning te doen. Een planning te doen aan de hand van een datum of van een tweede datum, de algemene vergadering. Een retroplanning te doen. Dus waar dat alle verschillende stappen in functie van de eigenschappen van uw vennootschap worden ingezet, met echte datums en welke personen dienen klaar te zijn met welke soort documenten en wanneer. Dit is zeer belangrijk. Neemt uw commissaris of betrekt uw commissaris ook hierbij tijdig om die planning te valideren met hem of met zij, zodanig dat jullie dan ook weten dat hij op de verschillende momenten kan zijn controle of de documenten gaan leveren. Zeker schriftelijke instructies gaan maken indien er een inventaris moet gebeuren van de voorraad of van de vaste activa's, om uit te leggen aan iedereen die gaat moeten echt tellen, wie moet tellen, wanneer hij moet tellen, wat hij moet tellen en hoe hij moet tellen. De hoe is zeker een belangrijk vraagteken dat je moet kunnen uitleggen aan iedereen. Want uit de praktijk ziet men iedere jaar dat die hoe niet altijd door de personen op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd. Zeker en vast, indien er een ondernemingsraad bestaat, onderschat zeker niet de tijd dat je voor het voorbereiden gaat moeten nemen. Voorbereiden van de informatie, jaarinformatie of basisinformatie dat je zult moeten bezorgen aan de ondernemingsraad, tijdig genoeg. En verwittigd ook iedereen die in deze preparatie van die documenten moet samenwerken met jullie om tot die planning te kunnen geraken. Voilà, dit was het voor de belangrijkste punten en ook voor de verschillende stappen die ik met jullie wou overlopen. Bedankt voor het volgen van deze sessie en tot later. Dag.